Op een scheepswerf aan het Spaarne te Haarlem is het kleine scheepje gebouwd dat u in de verte aan het eind van de helling ziet liggen. Het wordt te water gelaten. Of beter gezegd, te water geduwd. Het is een van de 3 zeewaardige polykliniekboten welke door deze werf voor Simavi gebouwd werden. Simavi betekent steun in medische aangelegenheden voor inheemsen. De vereniging die thans 25 jaar bestaat, zendt deze 3 boten als jubileumgeschenk naar Indonesië. In het interieur van de kleine boten is gewoekerd met de ruimte. Voor de medici die er straks in zullen werken, is die ruimte echter nog groot genoeg. Men heeft de beschikking over een uitgebreid instrumentarium en de medicijnkast is goed gevuld. De 3 boten die thans hun proefvaart maken zijn bestemd voor de medische instanties te Serui op Nieuw-Guinea, Tobelo op Halmahera en Taruna in de Sangi-archipel. Zij zullen de artsen in de gelegenheid stellen de strandkampongs langs de duizenden kilometers lange kustlijn te bezoeken, ten einde ook daar nu hun menslievend werk te verrichten.